Vandaag weer komt. Bent u tot een beslissing gekomen? Ik meen van wel, meneer. Mooi, als het maar de juiste is. Lenen met rente, risico's klein. Lasten en baten, winst op termijn. Herr Banks, wat zijn dan uw bezwaren, hè? Mijn waarborgen zijn ruim voldoende. Latijns-Amerika is een ontwikkelingsmarkt. Wat is daar aan los? Waarvoor heeft u angst? Tja, meneer Van Schoemelen, ik kom er maar niet achter wat uw uiteindelijke product gaat worden. Wat denkt u zelf? Geld natuurlijk. Een man die droomt van macht en van rijkdom. Die weet in verre landen ligt het geld op straat. Ik zeg u dit, het kan niet fout. Het gaat om goud. Wees blij dat ik hier met u praat. Debet en credit, het gaat om de markt. Ja, ze wordt de bonus bijeengehaald. Heb je al besloten, meneer Banks? Het gaat om goede mensen en u bepaalt hun toekomst. Ik weet het. Oh, geef ons de kans. U krijgt er geen spijt van. Een man die droomt van een betere toekomst, maakt zo een droom met uw genade waar. Als u, ik vraag het u beleefd, die lening geeft, dan boksen wij het voor mekaar. Het spijt me, meneer Noordhoek, maar ik zie... Dag, vader! Wat komen jullie in hemelsnaam doen? Jullie zien toch dat ik bezig ben? Nee, wij zijn klaar. Voor zijn kinderen mag een mens het nooit te druk hebben. Vader? Als u geld investeert voor de bank, waar gaat het u dan om? Een goed mens of een goed plan? Ik moet natuurlijk zeggen een goed plan, maar een goed mens is een zeldzaamheid en veel meer waard. Kom kinderen, aan de wandel! Herr Van Schoemelen, ik heb uw argumenten nog eens overwogen, maar ik vrees dat mijn antwoord nee is. U kunt een goed plan niet herkennen? Misschien niet, maar goede mensen herken ik meteen. Echt u spijt van, Herr Banks? Een man die droomt en steeds blijft geloven, met idealen die niet stuk te krijgen zijn, die voor een beter leven vecht, verdient het echt. Zo, meneer Noordbroek, wanneer precies zou de fabriek kunnen gaan draaien? En mag je erop attenderen dat ze alles behalve akelig is? Het is toch gewoon een voddenbouw? Leer nou toch eens verder te kijken dan je neus lang is. Vogeltjesvrouw aan de voet van de kerk. Mandje met voer op haar schoot. En ze roept naar de mensen op weg naar hun werk. Toe, koop een zakje met brood. Help toch de vogeltjes, groot is hun nood. Voel je de ijzige kou. Het kleine verschil tussen leven en dood is alleen dat de bie van jou. Vogelvoer, de boeltje maar, de bie. Help er van. Zo klinkt haar niet. Kijk naar.
Kali, fragilistic, expiali. Dustis! Dat is geen woord. Natuurlijk is dat wel een woord. En als ik mij niet danig vergis, zal het woord alsnog heel goed van pas gaan komen. Wanneer men zich wil uiten, maar het juiste woord is zoek. En het is ook niet te vinden in geen enkel woordenboek. Zet dan maar eens spontaan de conversatie op zijn kop. Het woord dat je moet hebben, komt vanzelf wel in je op. Supercalifragilisticexpialidasties. Het is een combinatie van bescheiden en bombastisch. Drie maal daags gebruiken en je voelt je echt fantastisch. Supercalifragilisticexpialidasties. Van vroeger was bepaald niet welbespraakt. Dit woord had hun bestaan zoveel gezelliger gemaakt. En had het maar op één der stenen tafelen gestaan, hop, dan zou het met de mensheid heel wat beter zijn gegaan. Oh, supercalifragilisticexpialidasties. Zeker wel te weten dat de luisteraar verrast is. Houd de hersens soepel en het stottenhoofd elastisch. Ha! Supercalifragilisticexpialidasties. Het had het eerste woord in Esperanto kennis zijn. Precies. En ook dat beste toverspreuk van tovenaar beleid. Het gebeurt natuurlijk nooit, maar stel de mens ging naar de maan. Dan plantte hij een vlag waarop dit ene woord zou staan. Supercalifragilisticexpialidasties. Als je het moet verbeelden, wordt dat tamelijk gymnastisch. Spreek je met consumptie, is het water overlastisch. Supercalifragilisticexpialidasties. Je kunt het natuurlijk ook achterstevoren zeggen. Dat wordt dan Sightsy Life Sit Sit Silly Garfila Crepes. Ze is link, maar ook rete goed. Die 14 letters en je schuift er wat mee rond. En voor je het beseft, rolt er een parel uit je mond. En gratis en voor not heb je een woord van 10 miljoen. Maar voor gewone mensen is de spelling niet te doen. S. S. U. U. P. P. E. I. R. C. C. A. L. I. F. R. A. G. I. L. I. S. T. I. C. E. X. P. I. A. L. I. D. A. S. T. I. E. S. Kopie, kopie. S. U. P. E. L.